In deze video... Mijn Montegrijnse vriend appt en vraagt, mag ik straks... Zeg ik mijn Montegrijnse vriend. Ik krijg op Facebook een reactie met... Waarom benoem je dat die mond een grijns is? Dus het heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Dus ik reageer met... Wanneer jij jouw vriendin een verhaal vertelt... Zeg je dan... Iemand zei tegen mij... A. En gaat dan die vriendin niet snel vragen van... Ja, maar wie dan? Dus wanneer je een verhaal vertelt... Zijn mensen heel vaak nieuwsgierig naar de volledige context erachter. In dit geval zeg ik niet een vriend zei. Het is heel belangrijk, hè? Als je iemand bent die video's maakt online, zou je veel gezeik met je meekrijgen. Dus ben je iemand die aspireert om dat te doen, dus ook video's te delen online om je bereik te vergroten of whatever geld mee te verdienen. Luister dan zeker tot aan het eind af. Abonneer alvast, like als het je weinig moeite kost en laat eventueel een reactie achter, want dat helpt meer dan je denkt. We gaan het hebben over storytelling. En niet zomaar storytelling, maar video storytelling. Een verhaal vertellen in een video. En wat ik in die video op Facebook, van Facebook gebruikte, was karakterbeschrijving. Want hoeveel mensen zijn er wel niet online die video's delen? Als we kijken naar een artikel van de website evajinek.nl, dat was nog van maart 2021... zijn er in Nederland meer dan 63.000 coaches en nu waarschijnlijk zelfs nog meer, die dus ook de wereld willen verlichten met hun inspiratie, met hun verhaal. Ik geloof iedereen heeft een bepaald verhaal waarmee je een ander kan inspireren. Maar als, stel hè, 63.000 mensen delen elke dag een video. En van die 63.000 mensen hebben een aantal een verhaal. En in dat verhaal zeggen ze, een vriend zei of een vriendin zei, om het maar even algemeen te houden. Dan kan je als kijker denken van, ja, weer zo één. Weer iemand die komt vertellen wat een vriendin zei. Dus een vrouw reageert op de video en zegt, waarom benoem je dan Montenegrijns? Dat Montenegro is een land in het Balkangebied, als je dat nog niet kende, dat kan. Ik vind het niet raar als je dingen niet kent die ik wel ken, oké. Zij zou niet hebben gereageerd, die keyboard warrior, die... morele ridder op het internet zou niet hebben gereageerd als het niet relevant was. En dit is een interessante manier van omgaan met gezeik dat je hoogstwaarschijnlijk online zal krijgen. Vooral wanneer je persoonlijke verhalen begint te delen. Dan krijg je zelfs reacties zoals leugenaar of dat iemand je niet gaat geloven. Dus jij bent dus op het internet verhalen uit je leven aan het vertellen. En ik heb naast deze reactie ook reacties gehad. En dit is een mentaal panzer wat je ontwikkelt. Hè. Dus als je een influencer bent of wil worden of jezelf daarin wil ontwikkelen. Ik ben niet het beste voorbeeld, maar ik deel zeker met jou mijn reis in de hoop dat je er iets uit haalt voor jezelf. Oké? Okay? Ik weet niet wie nu aan het kijken is, maar ik waardeer het wel. Like, abonneer en laat eventueel een reactie achter over dit topic. Over omgaan met online gezeik en ook het stukje storytelling. Vind je storytelling interessant? Heb je ooit gedacht om te spreken? Vind je zelf een goede spreker? Laat het weten in de reacties. Wat voor online gezeik heb ik nog meer gekregen? Nou, nog een belangrijkere vraag, nu ik twee mensen hier zie langs lopen. Hoe heb ik mezelf als ongemakkelijk, introvert jongetje weten te ontwikkelen tot iemand die zich redelijk comfortabel voelt in het openbaar, met een camera, gewoon te spreken voor de camera. Dat is misschien voor een andere video, dus abonneer als je dat interessant lijkt. Als je denkt van, hé, ik ben ook in sommige situaties sociaal oncomfortabel en wil me comfortabeler voelen voor de camera, voor een groep of whatever. Abonneer alvast, zullen meer video's overkomen in de toekomst. Het is online gezeik, dus iemand zegt, jouw verhaal is niet waar. Hoe ga je ermee om wanneer iemand tegen jou zegt, je lult uit je nek. En ik voelde me voorheen aangevallen. Een vriendin van mijn schoonmoeder, nu zeg ik wel een vriendin, een Bosnische vriendin van mijn schoonmoeder... Die ging mij plagen. Ik ging haar de waarheid vertellen. Er was een situatie ontstaan. En ze zei, lažeš, lažeš. Nou, waarom vertel ik dit in mijn moedertaal, in het Bosnisch? Ja, dat is misschien leuk. Misschien een keertje een ander type video voor jou ook. Okay? En dan leer je ook een keertje iets over andere cultuur of een woord. Nou, in ieder geval lažeš komt van het woord lagati. En dat betekent liegen. En in het Bosnisch, wel heel grappig trouwens, hoef je niet te zeggen, jij liegt. Maar wordt het woord liegen vervormd, waardoor je dus je niet hoeft te gebruiken. Dus dan wordt het bijvoorbeeld liegte. Weet je wel? Lažeš.
dat terzijde. Dus ik werd helemaal ongemakkelijk. Ik werd helemaal niet opgewonden. Ik werd boos. Want zij zei dat mijn verhaal niet klopte. Oké. Uiteindelijk bleek dat ze me aan het plagen was. Ik zei, oké, helemaal goed. Maar dus het kan zo zijn dat jij je ook ongemakkelijk voelt, boos voelt, wanneer iemand zegt, je lult uit je nek, terwijl dat niet zo is. Maar dan, door de jaren heen, heb ik proberen te leren en leer ik nog steeds, is het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven in de zin van, klopt het verhaal wat ik zeg daadwerkelijk? Voeg ik toe aan het verhaal? Dik ik het aan? Dus maak ik het overdrevener? Nou, terugkomend aan het begin van de video, liet ik je zien, mijn mondgrijns vriend zei, nou, dat is niet aangedikt. Het is hoe het is. Dus ik probeer mijn video verhalen zo specifiek mogelijk te vertellen, waardoor jij kan denken, dude, waarom benoem je zo specifiek? Maar terwijl je aan het denken bent, waarom benoem je dat detail van de mondgrijns vriend? Is het wel een video die je ondertussen afkijkt? Is het wel hoe ik jouw aandacht ook weer secondes langer bij de video blijf? En wat zeg je van al die andere mensen? Ik doe nu even alsof jij die persoon bent die zo kan reageren op mijn video's, wat ik oké vind. Je mag je mening hebben. Maar wat als er ook weer mensen zijn die wel de boodschap snappen van die video? En die niet kijken naar dat ik zo'n karakterbeschrijving doe. Waarmee ik dus aan de andere kant wel de aandacht grijp en van sommigen de aandacht verlies. En ze dus niet meer de kernboodschap snappen. Nou, die video die heb ik ook op mijn YouTube kanaal gedeeld als YouTube Short. Korte video. En dat gaat over het hebben van goede vrienden, maar ook het eerlijk zijn tegenover de vrienden. Wanneer ze vragen om met je af te spreken en je hebt geen zin om met hen af te spreken. Dan zeg je, hey bro, ik heb geen zin. Of hey zus, ik heb geen zin om af te spreken. Ik heb even tijd nodig. Of anders, ik heb tijd nodig voor mezelf. In plaats van smoesjes verzinnen. Want dan bouw je dus een relatie met een vriend of vriendin. Dan geef je dat zeg maar een fundering van witte leugens. En dat is helemaal niet nodig. En de juiste vrienden zullen het waarderen wanneer jij zegt, nee, ik kan niet afspreken. Ik heb even tijd nodig voor mezelf. En dit soort boodschappen, met verhalen, gecombineerd met verhalen, deel ik dus in video's. Want dan komt het veel meer aan. In plaats van zeggen, dit is hoe je iemand inspireert. Of dit is hoe je weet ik veel wat doet. Ik wil proberen niet iemand de les te lezen. Maar vanuit een verhaal een boodschap mee te geven, want dat blijft hangen. Verhalen blijven hangen. Ja, als je vergelijkt met je docent die op school allemaal informatie naar je gooit, feiten, onthoud je niet zo snel. Vandaar, video's doordeling. Vind je het interessant? Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer.